Andries Noppert, gefeliciteerd. Je debuut bij FC Dordrecht als mede de eerste clean sheet van het seizoen aan de kant van de Schapenkoppen. Hoe heb jij je debuut beleefd? Nou, ten eerste, ja, je weet dat het een zware wedstrijd is. Je weet dat wij in een redelijke reeks zitten. 3 wedstrijden op rij ongeslagen. En je weet ook dat deze ploeg momenteel in een heel lastige situatie zit. En als je dan hem zo kan winnen, puur op basis van strijdlust, van dingen samen doen. Ja, dat is gewoon hartstikke goed en een heel groot compliment naar deze hele jonge groep. Op basis waarvan win je dan van NEC vanavond? Strijdlust, samen dingen doen, het samenwerken, georganiseerd staan. Van tevoren al de tactiek van de trainer, hoe we gaan spelen tegen zo'n club. En hoe we dat aan een jonge groep oppakken, dat is gewoon een heel groot compliment. En dan zie je ook dat je gewoon ook op deze manier wedstrijden kan gaan winnen. Ja, dat is gewoon mooi. Wat voor beeld had jij van FC Dordrecht toen je hier arriveerde? Ja, ik weet gewoon dat het een jonge groep is. Ik weet dat heel veel jongens die hier hebben gespeeld vervolgens een stap hogerop hebben gemaakt. Dat is mijn intentie ook. Maar mijn eerste intentie is gewoon om belangrijk te zijn voor het elftal, belangrijk te zijn voor de club. En ja, uiteraard ook belangrijk te zijn voor mezelf. Want over belangrijk zijn gesproken, je had echt een cruciale redding, echt vlak voor het uur tegen Okita. Wat deed je bij die katachtige reflex? Ja, ik gooi me ervoor en gelukkig pak je hem. En ik denk dat dat een beetje kenbaar is voor de wedstrijd die je speelt als groep zijnde. Dus het paste denk ik precies in de wedstrijd. Eerste helft kon ik gelukkig nog wat balletjes pakken. Ja, en deze redding die cruciaal is. En ik ben blij dat ik het team daarmee kan helpen. Je bent nieuw bij FC Dordrecht, je hebt debuut gemaakt vandaag. Maar er zijn 4 keepers nu bij FC Dordrecht. Hoe is dat voor jou om op deze manier binnen te komen? Voor mij is het geen enkel probleem. Ik denk het is gezonde concurrentie. Ik denk dat dat heel erg goed is. Het zijn hele aardige jongens op zich. En ja, ik kan niet meer doen als hun een heel groot compliment te geven hoe ze hiermee omgaan. En hoe ga jij ermee om? Ja, hoe ik ermee omga is gewoon, ik moet gewoon stinkende best doen. Omdat ik weet dat er nog 3 anderen zijn. Dus het is heel simpel. Ik moet gewoon presteren. Gelukkig heb ik dat vandaag kunnen doen. Alleen er moeten stijgende lijnen zitten en vasthouden. En heb je ook een toezegging gekregen dat je eerst een doelman zou gaan worden of iets dergelijks? Want je bent op een opvallende manier binnengekomen, laat ik het zo zeggen. Absoluut, dat zal ongetwijfeld zijn geweest dat ik op een opvallende manier binnen zijn gekomen. Voor mij is het heel belangrijk dat ik vrij was en dat ik gewoon wedstrijden kon spelen. Ik heb hier het vertrouwen gekregen, maar dan is het nog altijd de keuze van om een trainer om een keuze te gaan maken. Dus als ik dan mag spelen is dat natuurlijk hartstikke mooi. In elk geval, de eerste overwinning van het seizoen is binnen. FC Dordrecht klinkt daarmee flink in de keukenkampioendivisie. Waar is dit FC Dordrecht tot in staat, volgens jou? Ja, wie weet. We moeten eerst een hele lange reeks neerzetten. Nou, daar zijn we al goed mee bezig. Dit is de 4e wedstrijd dat we ongeslagen zijn. En ik denk dat deze groep gewoon een overwinning nodig had. En die hebben we vandaag gepakt en ik hoop dat we dat nu een tijdje door kunnen trekken. Loop je vanavond voorop in de Polonaise? Nee, dat heb ik vroeger gedaan, maar dat heb ik van geleerd.